gefeliciteerd kerstdag allemaal. Merry Christmas. Dat we nog gaan kijken. En we hebben een heel erg leuk nieuwtje, want we zijn genomineerd voor de Zip Awards. Dus we zouden het heel erg leuk vinden als jullie op ons willen stemmen voor de favoriete online YouTube-ster, voor de favoriete online track en voor de film. Yeah. Met ons kerstliedje en met de film van het Vergeten Pietje. De link zetten we hieronder, onder de video neer. Dus we zouden het heel erg leuk vinden als jullie voor ons willen stemmen. En ja, veel plezier met het kijken van deze dag. Fijne. En fijne kerst. Eerste kerstdag. Doei. Foto Jan. Het is oma weer. Oma. Lekker spelen. Nou. Het is lockdown natuurlijk. Klaar voor? Heel ver. Zie je wel? Dat is de camera. Mensen al een beetje aan de bak doen wat niet mag. Yes. Hey, het is allemaal. Papa toch? Hey, goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's van Lady Vloggers. En vandaag is het zover. Vandaag gaan ze al zwemmen voor diploma. Dus we gaan vandaag met z'n allen naar het zwembad toe. Daniel die gaat ook afzwemmen. En Juan en Lucilla gaan alle drie afzwemmen voor diploma C. Heel benieuwd of ze allemaal gaan slagen. Met name of papa gaat slagen. Juan en Lucilla gaan denk ik met glas en wimpel er doorheen. Oudste jas en schoenen ook gevonden. Die gaan ook mee het zwembad. Ja. Dus het is vandaag weer een feestje jongens. Maar dan dubbel feest. Ja, Lucilla had de stickers nog gevonden. Ja. Jongens, ga je erin plakken. Plak ze maar in. En mochten jullie afvragen waar het schatkistje van Juan is gebleven... Die is helaas footsie. Die is in de loop der jaren een soort van verdwenen. We hebben toen hij op zwemles ging, kregen we die kist en ook die stickers. En ik weet nog wel, toen Luan zijn eerste stickers kreeg, dacht hij, oh leuk. En toen plakte hij ze thuis op de klerenkast, weet je dat nu wel? En de klerenkast al die stickers. Ja, en die kist, dat is uiteindelijk heb je daar toen speelgoed in gedaan of zo. En we hebben toen jouw kamer een keer helemaal veranderd en we zijn verhuisd. En daardoor is die kist footsie geraakt. Heb je maar meegegaan naar het speelgoedfonds of zo? Ja, ik weet het niet precies. Maar die hebben we dus eigenlijk al jaren niet meer. Maar Lucilla gelukkig wel. Dus bij Lucilla kunnen we precies zien hoe het gaat. Ja, maar het belangrijkste is, nu papa heeft ook geen schatkist. Ja, als je de vaardigheden maar... En hij heeft wel zijn diploma's. Die heb je wel. Die heb je toen wel en de medailles. En de medailles. En de medailles. Nee, ik heb alleen maar de medailles. Nee, je diploma ook. Die zit allemaal opgeslagen in de doos. Maar had je ook diamanten? Diamanten. Ja, ja, diamanten. Ja, ook. Ja. Ja, ik weet niet waar je die toen hebt gelaten. Maar... Die heeft hij geveld volgens mij voor videogames. Ja. Nee, maar Luan heeft één diamant in zijn schatkist. In mijn kluis. Dat zijn gelukkig. Ja. Oh ja, je had je eigen kluisje gedaan. Maar dat maakt niet uit jongens, het gaat vandaag echt om diploma C. Je krijgt zo'n papiertje met medailles. Maar dat betekent jongens dat we na dit diploma zwemmen... Klaar zijn met zwemles voor jullie. Ja, ja. Voor jullie zelf zijn we dan uitgezwommen. Uitgezwommen voor Luan en Lucilla. Voor Luxie. Ja, Luxie. Dan gaan we naar Luxie. Als je vier bent. Hè. We gaan waarschijnlijk met Luxie beginnen voor na de zomervakantie. Dan hebben we daar wat meer ruimte en tijd voor. En we oefenen hier elke week. En we oefenen heel veel in ons eigen zwemmen. Nou, en voor je het weet kan Luxie ook. We moeten ontbijten in de auto, kinderen. Ja, en dan gaan we eerst even op de koffiebel bij Noma. Ja, eerst even koffie. Want die kunnen helaas niet mee in verband met de coronamaatregelen, jongens. En ook omdat wij de privéles hebben, mag ik er wel bij zijn. Ook om naar jullie te kijken. En, ja, en Daniel zwemt mee. En één ouder mag erbij zijn, dus dat ben ik dan. En vandaar dat opa en oma er helaas niet bij kunnen zijn. Maar we gaan wel eerst bij ze op bezoek. Ja, en we gaan gelukkig vloggen, dus we hebben toch een feest met z'n. Ja, we gaan vandaag weer gezellig met ons. Mee. Op naar het zwembad. Eerst naar opa en oma, dan naar het zwembad. Ondertussen zitten we weer in ons nieuwe busje, want die is weer helemaal gemaakt en wel van de garage terug. Lucie zit hier lekker. Is een mooie stoeltje. En Luan en Lucilla Luxie daar. Ja. Weer raak in ons busje. Die hadden we wel gemist, hè, de busje? Ja, absoluut. Ja. Nou, we gaan weer op naar Zolle. Papa die zit in de cockpit. Lekker regen. Maar eerst naar opa en oma. Op de koffie bij opa en oma. En we zijn aangekomen bij opa en oma. En ze willen er niet uit, want het was veel te lekker warm busje. Maar, en Lucius is in slaap gevallen. Oh, heb jij de Maxi Cosi meegenomen? Ja. Ja? Top. Want ja, in deze auto zit natuurlijk dat kindersitje. Is gewoon een vast zitje. En daar kan hij niet uit, zeg maar. Kan ik hem niet meer uittillen. En in het zwembad kunnen we niet met een kinderwagen. Dus vandaar dat we even los de Maxi Cosi hebben meegenomen.
leg hem daar even overheen, of over in. En dan kan hij daar nog even lekker doorslapen en straks mee in het zwembad. Nou jongens, op naar opa en oma. Op ja? naar opa en oma. Ik kan er niet draaien. Nou, je broer heeft iets meer lengte. Op eerste kerstdag in de vlog op de koffie bij opa en oma. Hè? Weet niet wat de nieuwe maatregelen zijn. Vanavond, persconferentie. Schreef vanochtend dat waarschijnlijk alles volledig lockdown gaat. Nee, vanavond was. Hallo! Goedemorgen! Het klokje van 10, nu we jullie nog even mogen zien. Goedemorgen! Oké, Oscar. Oscar! Ja, heleboel. Mooi, Alex. Opa heeft sneeuw neergelegd bij de boom. Zie je dat? Voor diploma C. En opa en oma kunnen helaas niet mee. Oh, ik ben C-diploma. Wat ik in 1988 niet kon halen. Kunnen opa en oma niet mee. Maar, okay, oma heeft lekker speelsokken. Oh, warme sokjes. Gezellig luidjes. Oh. Lux heeft vandaag ook de eigen outfit uitgezocht. Ja, kijk, heel, heel trendy, lekker thuispakjes. Lekker zo'n spelen. Nou, gezellig op we zitten. Bij opa en oma. Lux, we hebben opa baard. Oh ja, en nog meer. Een pop. Een pop en wat nog meer? Kinderwagen. Oh, kinderwagen. Huh? Wat nog meer? Is een open baard. Komt er aan de baan. Open baard. Heb je open baard nog? Kus. En kijk eens wie hier wakker wordt. En dan ook kleine Russies. Ook lekker wakker. Hallo. Ja, nou, we eten lekker even een yoghurtje. Specialiteit van opa en oma's dieet. Maar yoghurt. Was wel heel lekker het dieet van opa en oma, hè? Lekker. Dat gaan we ook maar aan. Als papa zijn buikje ook straks weet. Hey, oma heeft helemaal geen buikje meer. Ik heb dit zelf gemaakt. Heb je oma dat zelf gemaakt? Ja. Dus roosjezee met zure yoghurt. Roosjezee. Oh. Gesmolten aardbeien. Gesmolten aardbeien met zure yoghurt. Ja, zo noem ik dat. En muesli. Hallo, klein panda. En blauwe bessen. Hallo, vriend. Gezellig erbij. Gezellig erbij. Zo. Nee. Ja, is die ook in de wip? Ja. Lekker in de wip, hop. Zit hier. Lux heeft al lekkere boodjes gegeven, oma. Oh, met lekkere mandarijntjes. We hebben een lekker dieetjochtje. Opa. De kersttrein die eruit zich afwisselt. Gezellig, hè, jongens. Opa en oma hebben krasloten. Oh, nee, het is een kerstkalender. Oké, het is vandaag. Wat voor datum is er vandaag? 17. Nee, dat was 17. 18. Maar kijk, opa, heeft 17 nog niet losgekrast? Zie je niet? 17. Nee, 17. Wat was leuk is, laat dan maar zien. Nou. Dit is een zondagschool-kraskalender. Een zondagschool-kraskalender? Ja, ook voor jou, hè. Ook voor jou, gaat hij een deugd spelen. Oh, nou, daar komt hij. Komt u hoor. Hoe kan je hem hier op? Dat is een playkalender. Wat leuk. Nieuwe partijen voor de digitale tijden. Kijk eens, kleine Jan hangt bij grote Jan. Hij is echt groot geworden nou, hè? Cadeautjes? Hebben we cadeautjes? Waarom dan? Ja, ze kunnen niet mee, dus dan doen we het maar omgekeerd. Ja, maar misschien slagen ze niet, oma, en dan? Nee, als je niet slaagt, moet je terugbrengen. Je doet niet terugbrengen. Even kijken voor wie die is. Moet je een kaartje losmaken? Kan Luxie? Ja, een kerstbrief. Wanneer, opa? Oh, nee. Voor opa? Nee, voor deze is voor Luan. Voor mij, ja. Luan, lieve Luan, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je C-diploma. Klopt niet. Zo die zit in de pocket. Hey, knap gedaan, jongen. We zijn trots op je. Een hug van opa.
Een hug van opa en oma. Is het knuffel? Ja, lief. Ja. Nou, dat is lief. Ga ik maar eens kijken. Wat zou erin zitten, jongens? Een iPhone. Opa. Nee, die krijg ik nog. Kijk dan! Kleine kerstballetjes voor in een boompje die op mijn slaapkamer staat. Oh ja, een snoep! Nog eentje. Oh, wat leuk! Wat is dat? Oh! Ik kan ook mooi in de boom. Dus dan zo aan de oma. En nu? Deze is voor Luxie. Luxie? Dat is oma weer aan het zien. Dat is oma weer, hè? Ja, we zijn niet afgestemmen, hè? Luxie kan ook. Lieve Luxie, nog eventjes geduld. Als jij 4 jaar bent, mag jij ook op zwemles. Oh. Toch maar een klein cadeautje. Omdat het bijna kerst is. Ah. Kusjes van opa en oma. Dat is lief. Wat zeg je tegen oma? Dank oma. Dag voor opa. Oh, zit er weer mijn papier in? Oh, die zijn mooi. Sneeuwpopjes. Die zijn mooi. Drie sneeuwpopjes. Dankjewel. Die zijn een schat. Oh, Lucilla. Lucy, kun je het zelf lezen of doen we het voorlezen? Dit is voor mij. Kun je het zelf lezen? Lucilla? Lieve Lucilla. Gefeliciteerd met behalen van je C-diploma. Dat heb je even snel gedaan. Ja. Wat zijn de trots op je. Liefs en een knuffel. Voor opa en oma. Nou. Jongens, kijk eens, daar is nog een balletje. Kun je een klein boompje weer mee optuigen? Ja! Al die balletjes. Ja hoor. Een kerstman. Een kerstman. Een kerstman. Dat is lief. En Silla heeft een kerstman. Heel lief. En papa. Ook nog één voor papa. Nee. Papa de grote snoepzak. Oh, samen delen, papa. Lieve papa Daniel, nou dan eindelijk je C-diploma gehaald. Beter laat dan nooit. Jammer dat we er niet bij kunnen zijn. Ja. Ik zie het wel in de vlog. Gelukkig. Gefeliciteerd in de box van Pa en Ma. Wat leuk. Wat leuk, hè? Ah. Papa, die hou ik in mijn campusje en dan mogen jullie niet uit. Yo, papa. Ik ga de radiator eigenlijk Oh, ja, dat is voor je kippenbusje. Oh, die kun je zo... Ja, ik heb een spiegeltje. Ja. Oh, nou, gezellig. Eerste cadeautjes in de pocket. Ik vind dat toch wel leuk, Daan, dat jij die grote straks snoep hebt gekregen. Vroeger had je Jamin, nu is het kroon van. Mooi, je doet het. Ik heb het stommetje uit de mond. Ja, jij doet altijd het tommetje uit de mond. Heel schattig. Het is mooi. Oh, ik dacht dat het een zwarte uit was, maar het is een blauwe. Mooi. En Oscar denkt, en ik dan? Krijg ik mijn bordje? Waar is mijn bordje dan? Ik kan toch ook zwemmen? Ja, dat vindt hij mooi. Ja.
Mijn kerstpakje met de kerstboom. Waarom? Hij wordt groter, hè? Zie je dat allemaal? Zo massief. Hij wordt er helemaal mee. Groter. Kijk. Hij wordt er helemaal mee. Kijk, vader. Ah, Lucy zie je. Lucy denkt, ik ga niet meebouwen met Leo, jongens. Ja, hij bouwt mee. Mee. Dan gaan we even kaartjes zijn. Ja, kijk. Geen kerstmannetje, hè? Ja. Dat is jammer. Hij wil meebouwen. Hij gaat meebouwen. De blokjes maar. Dat is mooi. Wat is dat dan? Oh, wat leuk. Och. Maar wat is dat dan? Het ziet er leuk uit. Kijk, dat is een klein microfoontje. Wat grappig. Dat is mooi. Zit er nog een heel oud. Leuk dingetje hoor. Alleen de kleurtjes alleen al zijn, vindt hij mooi. Ik vind het wel mooi. Je vindt het zeker mooi. Dat is mooi. Ja, dat zie ik nog wel leuk. Dat is mooi. Dat is mooi, liefie. Ah, kijk, schattig. Hij kijkt vooral naar die kleurtjes en naar die patronen. Dat vindt hij mooi om te zien. Vier keer rond. Kijk, kan je zingen? Oh ja. Ja, dat is het belletje. Leuk dingetje hoor. Dat is een pianootje. Nou, mama vermaakt de potentjes. We zijn heel lang boven niet geweest kijken op zolder. Daar zijn we wel even benieuwd naar. Nou, maar wil ik zien. Wil je even kijken op zolder? Hier toch? Ja. Hallo. Hallo. Staat er nog? Staat er nog wat? Nee, helemaal niks. Alles opgeruimd? Ja, alles opgeruimd. Meen je niet? Echt alles opgeruimd. Oh, kijk, de straat op. Het opa en oma Lego door. De opa vertelde dat hij hier niet zoveel is, omdat hij na de operatie nog niet te veel op de knieën mag werken. En hij zegt dan moet ik bij de treinen liggen en dat doet nog een beetje te pijn. Omdat hij van het revalideren. Gaat hij verder? Ja, als hij hier is, hij nog daar. En hier moet hij nog verder. Ja, dat klopt. Maar hij zei al, misschien willen nu al naar Lucilla en Luxie wel een stukje verder bouwen. Oké. Nou, leuk hè? In het Lego domein van opa. Van opa. Lekker spelen. In het opa nog wel bij gaan liggen. Ja. Nou, en boven op zolder spelen ze zich van de Lego. En hier speelt Lucie zegt ze, ja. En dit is een leuk hoor, dit is een soort pianootje. Ja. Nou, in met Bessie. Op naar het zwembad. Ja, mama. Huis. Nou. Ja, dus er ligt een zakjes bij. Op naar binnen. Zo, nou. Nou, de afzwemmers. En Lucies die zit ook klaar voor. Lekker in de leer. Lekker warm hier. Eindelijk jongens, eindelijk mag Luan ook afzwemmen. Ja. Na al die keren met Lucilla. Het kwam natuurlijk ook doordat we met Lucilla de lockdown hadden gehad. Vorig jaar heeft zij A-diploma als een jaar uitgesteld. Dat Lucilla nu even snel haar diploma's achter elkaar haalt. Was dus mede daardoor dat we even de focus ook op Lucilla hebben gelegd. Dat we even hebben gewacht met Luan, zodat we met z'n drieën, met papa erbij, met z'n drieën konden afzwemmen. Vandaar dat Luan nu op zijn Portion C ook afgaat. Samen met Lucilla, natuurlijk wel hartstikke gezellig. Ook wel eens een keer leuk met z'n tweeën afzwemmen. Dat heb je nog nooit gedaan, hè? Nee. Dat is altijd alleen. En nu is het een keer met z'n tweeën. De laatste keer dat we naar zwemles gaan, in ieder geval dit jaar, voordat het een hele lange tijd weer even niet is. Luxie die is... Nog geen vier, dat duurt nog wel heel eventjes. En misschien ook met de lockdown natuurlijk. Hè? Dat weten we nu nog niet, want we hebben nu nog geen persconferentie gezien. Nee. Maar misschien dat het alles weer dicht gaat, dat weten we niet. Dus we zullen maar gewoon extra van genieten. Niet. Hopen van niet. Nee. Maar ja, je weet het niet. En we hebben straks kerstvakantie natuurlijk. Dan hebben jullie allemaal diploma in de pocket. Ja. Maar Luxie nog niet. En Luxie die gaat met Lucius de volgende ronde. Hè Luxie? Ja.
Ja. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Zeker. Ja? Gaat het goed komen? Ja. Zijn er nog aandachtspunten? Nee. De koprol, komt die goed, Sil? Recht? Ja. En het... De vorige keer ging het ook beter. Ging het beter, hè? Ja. En het watertrap, nee? Wat was het nog meer? Borstkrol. De borstkrol. Voorring, hè? Met het ademhalen, hè? En dan ademhalen aan de zijkant, hè? Die geleerd. Ja. En de koprol en de punt, nee? De hoekduim. De hoekduim moest je doen. En lang watertrappelen, hè? Watertrappelen. Dat is ook nogal lang. En dan alles met lange mouwen en lange broek en schoenen en sokken en het hele gebeuren aan. Dan is de hele schatkist vol. Kijk, dit krijg je dus als je start met zwemles. En Lucilla heeft deze heel netjes bijgehouden. En ze heeft hier eigenlijk alle diploma-stickers in. De kaartjes die ze kreeg. Diploma B. Diploma A. En de medailles die daarin zitten. A en B. Paspoort met alle stickers erin. En hier zit... Daaronder, kijk dan, die diamanten. En dan de laatste. Ja, de laatste, die gaat ze nog krijgen. Zie je dat? En dan de laatste hele medaille. Ja, dat is wel superleuk, hè? Ah, top. Kijk eens, Luan. De officiële regenjas. Die moest je aan. Heel lief van badmeester. Ik had nog steeds geen jas voor hem, omdat... Gastig, mijn regenjas. Ja, ik heb nog nergens een regenjas van gezien. Ja. Een regenjas. Ja. Maar badmeester heeft gewoon een regenjas voor jou gefixt. Hé. Hey. Dikke duim omhoog voor onze badmeester. Hé, hey, dan val je weer lekker op in het zwembad. Ja, ik heb een oranje regenjas. Ja. Ja, oh ja. Papa heeft ook de jas mee. Ben je klaar voor? Ja. Dat zal je wel halen, hoor. Leuk. We zijn er weer klaar voor. Zijn we er weer klaar voor? Ja. Dan zwem ik mee. Hé, Luan, heb je mooie regenjas aan? Ja. Ja. Ik vond het meest moeilijk. 2, 1. Vertelt ook dat we echt geluk hebben met het afzwemmen. Dus nu op de valreep nog voor die diploma C kunnen.
zelf. Want er zijn al wat zwemdiploma's naar voren gezet naar vandaag. Omdat ze niet weten wat er gaat komen. Ze gaan vandaag nog wat meer kindjes afzwemmen. Dat het in ieder geval al gedaan is, voordat straks misschien weer een lockdown komt. Hey, je weet het niet, dus je moet toch een beetje vooruit gaan denken op het moment. Helemaal met dit soort dingen. Maar goed, de kleren die mogen uit. Nou jongen, die regenjas maar uit. Heeft hij geholpen tegen de regen? Nou, die hele autojas uit. Oh, en dan komt papa uit het water hoor. Zo. Ja, jij het zegt. Heerlijk hoor, met zoveel en dan. Je kunt hem helemaal uitkrijpen, die jas. Nu gaan ze duiken. Duiken door het gat. Heel ver, op z'n allerverst. Ja, papa die is op dit moment even een beetje het vervelende jongetje van de klas. Wat meestal zit iedere keer, kom Daniel, schiet nou op. Kom, up, we moeten door. Nou, kijk, dat is de duik voor papa. Oh, gaat de zwembroek. Ja, die gaat heel ver. Ja, hij verliest je zwembroek niet, hè? Daar gaat Lucilla. Hoppatee. Ja. Ja, lange banen, zo. Je kan het. Je kan het, meis. Kijk eens hoe ze gaat. Ja, goed zo. Toppie. Daar gaat Luan. Hoppatee. Die gaat ook met vlag en wimpel er doorheen. Lange baan, lange slagen maken. Ja hoor, hoppa. Door het gat heen en nog een beetje verder. Zo, zo, zo. Luan. Goed zo, jongen. Heel goed. Vier banen op de buik. Netjes zwemmen, mooi lang maken. Okay. En vier banen op de rug. Maar bij de eerste baan, bij de tweede pion er neergezet. Bij het eerste pionnetje wil ik een hele mooie koprol zien. En bij het tweede pionnetje een hele mooie hoekduik. Ja? Ja, hoekduik. Ik ben er klaar voor? Ja. Zo. Goed bedraaien in de lucht. Bij deze pion. Oh, dat is de koprol. Ja, Lucilla. En daar moet Luan de hoek duiken. Recht naar beneden. En hier Lucilla. Mooie nette koprol. Ja, netjes Lucilla. Heel mooi. Ja, papa. Ja, kom met je papa. En de hoek duiken. Hoppa, recht naar beneden. Supergoed. Nou, papa de koprol. De koprol. Oh, die kon nog even niet. Ja, heel goed. Lucie zit hier van, ik wil die camera zetten, ik vind het mooi. Wat doet papa dan? En? De hoekduik. Wat doet papa dan? Wat doet papa nou? Ja, hij wil de camera pakken. Nou, en dan gaan ze verder baantjes zwemmen op de rug en op de buik. En je lekker met je papietje spelen. Ja, hij wil gewoon bijzitten, jongens. Hij wil gewoon kijken. Het merkt echt dat hij steeds minder newborn baby is, zeg maar. Is hij eigenlijk niet meer. 5 maanden, bijna 6 maanden. En hij wil echt kijken naar wat er allemaal gebeurt. Rechtop zitten en alleen maar in de maxicosi liggen. Dat vindt hij wel goed. Hij slaapt nu niet, dus hij heeft zoiets van, ja, ik wil zitten, ik wil kijken. Wat gebeurt er allemaal? Dus ik heb hem in mijn schoten, liefie. Ja. Je gaat kijken naar zwemles. Met een leuke knisperzakje. Dit vindt hij nu heel erg leuk. Het geknisper. Ik denk, oh, dat is mooi. Dat is mooi. Dat zijn we ook bezig. Ja. Oh, wil je die even laten zien? Wil je die even laten zien? Hm? Oh, wat doet badmeester nou? Wat doet badmeester nou met Luxie? Alvast een voorproefje voor de zwemles straks. Ah, Luxie. Ze wenst al een beetje aan de badmeester. Ah, dat doet hij niet. Dat doet hij. Oh. Nee, de badmeester nou. Nee, ga niet schommelen. Nee? Ah, ze moeten nog 2 keer heen en weer. Ja, diploma C, hè, is dubbel zoveel rondjes.
Wat gaat Luan doen? Luan gaat iets doen wat niet mag. Hij gaat iets... Oh, Luan! Oh. Hij ziet het niet, hij ziet het niet. Oh, kijk dan! Luan! Maar de badmeester zegt, ga maar vast even op het bankje zitten. Maar dat doet hij niet. Ik heb er even tijd voor. Nou, oh nee, dat is echt niet waar gewoon. Oh, je wordt steeds ouder en steeds baldadiger jij, Boepie. Ik had er toch even tijd voor. Je had er wel even tijd voor, ja. Ik neem die op het zitje van. Oh, pak die maar even, schatje. Dat is niet handig. Goed voor jou, schatje. Oh, ja, ach, schatje, een knuffeltje nat. Oh, jongen. Is hij nou weer helemaal nat? Hé, hey, goed gedaan, Sil. Gaat heel goed. Gaat heel goed. Hou je buik in, zegt Luan. Hallo, hallo. Ga staan. Jullie ook. 3, 2, 1. Hoog boven water, hoor. Oh, 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 ja. Armen stil. Mijn papa krijgt ook een andere diploma. Oh.
pensionaat aan het kopen. Ik krijg een volwassen diploma. Oh, echt? Bestaan die ook? Lucilla, deze is voor jou. Hier staat een hele mooie set haai op, hè? Oh, Sil. Gefeliciteerd. Wow. En Luan, deze is voor jou. Ach, kijk dan. Luan, Daniel. Luan. Gefeliciteerd. En Daniel. Kijk dan. Oh, wat goed. Nou, die is om op de lijst en de muur hebben. 1788. Hij heeft hem ook. Alle drie in de pocket. Bedankt, badmeester. We hebben dus hele fijne feestdagen. Ja, ook fijne feestdagen. En een hele goede jaarwisseling. Ja. Tot volgend jaar. Ja, bedankt hè, badmeester. Kijk, de sticker gaat in haar paspoort. Tadadada, diploma C. De grote steen waar ze al die tijd op heeft verheugd. De grootste diamant. Kijk dan. Wauw. Die is mooi. En hij past in het bakje. Je hebt ze allemaal. Wow. En nu nog alleen de medaille. En de medaille er nog bij. Nou, de touwtjes er weer in. En wauw, Sil. Dan heb je ze alle drie. En een boekje erbij. En dan eerst de A. Dan de B. Dan de B. Dan de C. Heel leuk. Kijk eens wat we hier hebben. Ik weet niet of je dat op de vlog ziet, maar dit is een heel mooi kaartje. En dit kaartje is voor Luxie. En we hebben hier een heel mooi kaartje. En dit kaartje is voor Lucilla. En we hebben hier nog een heel mooi kaartje. En dit kaartje is voor Luan. Alsjeblieft, jongens. Met je diploma is van mama, papa, Luan, Luxie en Lucie. Super goed zwemmen. En we zijn heel erg goed voor jou. Geef die maar aan. Lucilla. Zo. En deze? Geef die maar aan. Luan. Ja, pak maar uit. Luxie heeft het zelf uitgezocht voor jullie. Luxie? Ja. Wauw! Dit is mooi! Mag ik het thuis uitpakken? Ja, zeker! Ja, kan je mee spelen? Ja, jij hebt een spel. Een quizspel met geluiden. Met zo'n microfoon. Hallo? Grappig, hè? Ja! Oeh, lekker! Samen delen met Luxie, hè? Ja. Er zitten nog meer cadeautjes in. Hè? Wie zouden die nou zijn? Hè? Wie heeft er nog meer een diploma gezwommen? Niet. Papa toch? Papa nog. Ga maar eens even doen. Ja, neemt u maar even aan papa. Nee. Wat zou dat zijn, papa? Een papagaan. Oh ja! Als ik jeugd heb. Huh? Nee, wat is dat, papa? Dat is een... De auto gaat het vriezen. En ik de ramen krabben. De ramen krabben, ja. Als ik jeugd heb. En er zit nog wat bij. Oh, help me. Help me. Zou daarin zitten? Een flesje hier neven. Op, op, op. Wat is dat? Huh? Wat is dat? Ruiten ontdooien. Ja, die kan jij vast wel gebruiken. Ja. Als de wind er maar loopt, bedankt hoor. Graag gedaan. Dat was het afzwemmen van Luan, Lucilla en Daniel, jongens. Wij gaan nog lekker met z'n allen spetteren in het zwembad.
ons mee.